Hallo mensen, welkom terug in de Minecraft Megablok wereld. En vandaag ga ik het poortje maken. Ik heb namelijk laatst al het gewone hek gemaakt. En toen dacht ik, wat zal ik dan vandaag maken? Daar begon het mee. En toen dacht ik me, wat hoort nou bij het hek? Daar hoort het poortje bij. En ik ga niet gesloten maken of... Nu begin ik toch te twijfelen. Want het gesloten, dat is heel makkelijk. Omdat het dan weer gewoon allemaal... rechte stukken zijn. Alleen hoe die zo open staat, dat vind ik best wel grappig. Dus ja, is hij überhaupt wel gelijk? Ja. Nee, ik kan hem niet exact maken. Dat komt omdat aan de zijkanten zie je hier deze donkere streep. Maar aan de kopse kant is die streep daar niet. Daar is het licht. Dus ja, ik weet niet hoe ze dat wouden laten zien. Ik vind het een beetje vaag uitzien nu ik er zo langer naar ga kijken. Maar zoals ik al zei, ik ga hem geopend maken. Van die kant op. Dus ja, blijf lekker kijken. Ik ga lekker bouwen. En dan zie ik jullie zo meteen na de timelapse. Oké, mensen, zoals jullie zien, hij is af. En ja, ik heb weer een beetje mixed feelings hierover. Want ja, het is wel cool en zo. Maar ja, ik weet het niet, dus het weer net niet. Ik vind het hekje vind ik beter gelukt. Maar eigenlijk, nou nee. Nu ik ze zo bij elkaar zie, heb ik wel zoiets van, nou, dit is best goed. Omdat het... ook echt hetzelfde is. Degene die deze resource pack heeft gemaakt, heeft er wel goed over nagedacht. Want hier heb je ook inderdaad dat ene randje bovenop. De dubbele laag van hem. En dan dit. Alleen deze palen zijn groter. Maar dat klopt op zich ook wel. Nee, ik vind het best goed gelukt. Ik ga denk ik een keertje... ik ga het gewoon zeggen. Misschien ga ik een keertje een hekje maken of zo. Met MCR dat ik twee van de hekken neem en dan zo'n poortje. Maar ja, dat is een volgende video. Voor nu. Hij is dus klaar. Oh, niet te ver vliegen. En laat me weten wat jullie ervan vinden in de comments. En als je hem echt leuk vindt of de video gewoon echt leuk vindt, laat dan even een like achter. En vergeet niet te subscriben aan mijn kanaal. God, nu begin ik weer. Vergeet niet te subscriben. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Doei!